Hey mensen, Mark hier en welkom bij vandaag ook weer een nieuwe video. Ik heb heel wat aan mijn team gedaan voor de verandering. Uh, omdat ik weet dat heel veel mensen het gewoon vrij irritant vonden dat ik eigenlijk niks met mijn team deed. In de zin dat ik koop vijfzelfde spelers. Uh, ik heb niet veel SPC's gedaan de afgelopen tijd. Ik speel wel Wicked League en ik heb wel rewards. Maar er verandert niet heel veel aan mijn team. Daar gaan we vandaag verandering in. Duik me deze video zou ontzettend gewaardeerd worden. Sorry dat er op vrijdag geen video was. Uh, gebrek aan tijd. Laten we het daarop houden. Voordat ik jullie het team ga laten zien, moeten we eerst een SPC spelen. Wij gaan namelijk voor Flashback, eder Militao, Normaal Hoog, 6ft1, Ramziekersteds natuurlijk, Mokersnel. Eigenlijk gewoon precies wat je wilt. Nou, het voordeel is, ik kan hem doen met alles uit mijn club. Het nadeel is, ik ga niet iedereen er blij mee maken. Bij deze squad leveren onder andere Soyuncu Bakayoko, Mertens, Anselmo en Falcao. Niet heel gekke dingen. Ik, ik heb het gevoel dat ik die gasten niet echt veel meer ga gebruiken. maar af en toe een objective misschien, maar... Zo, zo nodig is dat ook weer niet. Dan Los Blancos. Hier heb je een Real Madrid speler nodig. Hier leveren wij een normale Kroos in die we hadden gepakt vorige week. Uh, we leveren ook van de Sarin. Lijkt niet populair, I know, maar. Ik, sinds ik hem heb, heb ik hem 19 wedstrijden gebruikt. Dat, dat is zo verwaarloosbaar weinig. Uh, Fred ook. Komt er niet echt meer in voor. Is vergeleken met die met CC-kaart heel erg net niet. Uh, en touran was verschrikkelijk slecht. Die vond ik echt ontzettend kut. Dus dat is de tweede squad die we dan klaar hebben. En dan de derde leveren we ook nog een paar dingen in. Uh, hier leveren we vooral de één versie van Allison in. De Red Pick specifiek, zodat als ik de andere keer een keer wil gebruiken als Team of Season Bijvoorbeeld bij de Ultimate Team of Season Guaranteed SBC. Dan heb ik een 97 graden Team of Season. Dit telt als een 97-reden. Gewoon rode kaart. Gewoon normale shit. Voor de rest niet heel veel geks die Tony. Uh, of Tony hoe je het moet zeggen. Die je in week 1 van Team of Season unlockte. Voor de rest 84, 83, 81 verhalen. 73 cam. Het, 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 het maakt eigenlijk niet uit dat we inleven. Het gaat er natuurlijk om dat wij hem in ons team hebben. En dan krijgen we ook een workout animatie Wat prima is. Het is vooral knijthard geluid in mijn oren. Niet dat van jullie. Hij heeft geen gameface, wat ik een beetje vreemd vind. Ik bedoel, je zou denken dat een high-profile aankoop voor helemaal erin een gameface zou krijgen. Maar hij is heel welkom. Nou, voor het idee zullen we even door die packs heen blazen. Ik ga ze allemaal skippen. Want de kans is vrij minimaal dat ik hier iets in krijg. Het is wel tradable. Dus als ik iets zou krijgen, dan zouden we er wat aan verdienen. Alleen, uh, zoals verwacht. Uh, Hans van Aken gaat natuurlijk voor precies niks Brugge is wel kampioen uh, Dus voor de vijf Brugge fans uh, gefeliciteerd natuurlijk Want de ander de club van België, dat weten we allemaal <laughs> Zonder grap, ik boeit bij echt helemaal niks Een Walkout, prima, kom maar door, goeie alsjeblieft Argentijns, Spits Dat is Aguero, dat is lekker zeg Ik weet dat, ik hoef hem niet helemaal af te kijken Want zoveel boeit het ook niet Hij gaat voor nog Oh, ergens in de 30k Dan bewaren we hem wel voor een, uh, voor een SPC die hierna komt Zeker, Pagolo gaan we wel naar de transferlijst sturen. Want ik heb het gevoel dat er zo'n objective gaat komen tijdens de Serie A team season. Die uh, zulke soort Italianen wel kan gebruiken. Ik zie het wel gebeuren. En hier krijgen we uh, een gewone bordspeler. Prima, dan skipper die gewoon. Want dat kan onmogelijk iets echt goed zijn. Alright, dan wordt de nieuwe keeper bij ons op doel wordt Jan Oblak. Ik had zijn red pick vorige week gekregen. Uh, ik dacht niet dat ik hem zou gaan gebruiken. Want ik had gehoopt natuurlijk op Ramos, Carlos of Varaan. Dat was niet het geval. Uh, maar. Weet je, ah, nieuwe week, nieuwe kansen voor hem. Uh, het lijkt een prima kaart op zich. Hij heeft long throw trade, wat handig is. Uh, zeker gezien dat ik graag counter en dus een keeper die ver kan gooien, is wel handig. Rechtsback Hakimi, uh, 12 botten gebruikt tot nu toe. Uh, prima, ja, wel degelijk. Uh, centerback Maldini, andere centerback dan Militao. Die gaan we anker geven zo meteen. Linksback, onze Redpick Alex Thees. Ja, dat doet het wel aardig. Wel ah, aardig, moet zeggen, nou, hij is goed. Rechtsmid. Betalen we 1,34 miljoen voor Sancho. Er waren mensen op Twitter, vooral Jarno, altijd erover. Uh, die, die zei: Je moet hem hebben. Hij wilde hem proberen. Skills is leuk. Uh, het is weer eens wat anders. Plus, het is weer eens rechts rechtsmid. Weet je wel, we kopen weer eens een ander. Ik had best kunnen kopen of zo. Maar, you know, waarom niet deze kaart inderdaad. Het is een teringzieke kaart. Hij heeft 4SN Weekfoods. Helemaal prima. Dan komt Lothar Matheus. Uh, 890.000 coins voor zijn 91 graded versie. Voor welke periode krijgt hij deze? Het WK van 86. Deze man heeft zo'n lange carrière gehad. Bizar indrukwekkend. Maar dat gezegd hebben, gewoon heel goede kaart. Vierster Week Foot. We geven hem een motor. Want we gaan hem een beetje mee naar voren laten komen. Dus dan moet hij dat wel hebben. Eschamp hebben we natuurlijk al even. En dan de Linksmith. God wat hij koopt. Ik hoop. Dit is al de vierde of vijfde keer dat ik hem heb dit jaar. Maar we hebben Neymar weer. Spits CBO, Spits. Richardson. Dit is het team, um, ik weet het nog niet qua tactics en hoe ik het neer ga zetten, dus zodra ik dat heb, zie je dat in een video. Nu gaan we even wat league doen. We right, dan beginnen we nu met het team en de reden daarvoor dat ik Neymar heb in plaats van bijvoorbeeld Douglas Costa, is Douglas Costa's shooting is zo laag, die kan nog geen eens zin afmaken. Dus dat was mijn reden, want ik wilde een 5 ster weak food, uh, en mogelijk 5 star skills, want 5 -ster skills is niet heel relevant voor hoe ik speel, uh, gewoon op links hebben. En daar zijn er niet heel veel van. 94 Dino kan ik bijvoorbeeld niet betalen, zoals je me begrijpt, dus... Voor de rest is het vooral vier vierster, vierster vooral. En ik hou van die 5-ster week. Dus dat gezegd hebben, uh, we speelden erg lekker met het team. Uh, het ging ook gewoon echt, echt heel goed. Ik kwam hier tegen een Nederlander. Uh, geen kijker geloof ik. Of in ieder geval, ik heb hem niet gesproken daarna. Uh, maar we speelden gewoon vrij goed. Ik veranderde één klein dingetje aan het team. Ik startte met Kroos in plaats van Richard. De reden daarvoor is dat als ik met Kroos speelde, dan had ik iemand die ik in-game naar CM kon schuiven, zodra ik 4 en 2 en 2 speel. Wat ik doe in een goed deel van deze gameplay. Uh, en met Kroos kan ik ook gewoon 4, 2, 3, 1 spelen. Dan zit ik Kroos op Cam. Dan weet ik dat je denkt, huh, maar Mark, dat kan helemaal niet. Geloof, geloof me, dat, dat, dat kan wel. Als ik Kroos op Cam wil spelen, dan kan ik Kroos op Cam spelen. Het belangrijkste is vooral dat je niet iemand als Matthäus gaat proberen op Cam. Kijk, dat kan echt niet. Over mijn nieuwe spelers gesproken. Uh, Neymar, hoef ik denk ik niet echt wat over te zeggen. Ik heb het gevoel dat iedereen onderhand wel beseft hoe goed die kaart is. En we hebben hem allemaal, al, dat is het, 10 miljoen keer gebruikt. Weet je, je hebt het wel allemaal gehoord over hem. Uh, maar wat ook handig is om te vermelden uiteraard, is Sancho. Sancho heb ik dan 1,34 miljoen voor betaald. Uh, die zal waarschijnlijk wel goedkoper worden nog. Ik, ik kan me niet voorstellen uh, dat hij zo duur blijft. Ik bedoel, ja, het is hem ook een goede en populaire kaart. Alleen, het, het zal vast wel weer dalen. Ik verlies altijd geld op mijn spelers. Maar hoe, wat betreft hoe hij speelt, hij is echt prettig snel. Ja, maar het is niet zo dat hij pace stat een, als een voelt of zo. Hij is echt heel erg snel. Uh, en, maar wat vooral heel fijn is... Is dat hij echt chill dribbelt. Ik heb op een gegeven moment dat je heel makkelijk met die flicks met hem kan doen, met die rechtstick. Uh, gewoon dat hij heel goed reageert op input. Uh, ik weet dat dat heel raar of overdreven of te serieus klinkt. Maar ik bedoel, het is een handig iemand om te hebben. Het is gewoon uh, prima. Finisher is ook de perfecte chem voor hem. Omdat zijn shot power eigenlijk een van de weinige dingen is die je moet upgraden aan hem. Maar voor de rest, topkaart. Uh, zeker als je hem inderdaad kan linken met Hakimi of zo. Dan start je gewoon in de 4-5-1. Uh, ja, top. Zeker aan te raden. Uh, we komen hier 5-0 voor door een beetje een frommel uh, Hij paast hem met mijn voeten. We krijgen hem met een beetje mee. en uh, We gaan 2-0. Dus uh, op zich starten we prima. Dan moeten we daarna door tegen iemand die twee teams met hier een nominiekaart in zijn team heeft. Ik, ik kan dit soort teams nooit echt vatten. Want hij speelt duidelijk genoeg om, om redpicks te verdienen. Dus hij weet wel een beetje hoe het moet en zo. Maar dan koop je teams die hier een nominiekaart en Dan denk ik: Is dit je eerste jaar of. Die kaarten zijn gewoon niks waard. Zeg maar net als Champions League kaarten van vorig jaar. Complete trash. In de eerste of volgend jaar wel weer iets bedenken. Uh, ik, ik, een beetje opmerkelijk. Laten we het daarop houden. Nou, dit was een wat lastiger pot. Kansen gingen er iets minder makkelijk in. Uh, ik had hier al 2-0 moeten maken met Matheus ook. En kans hiervoor had er ook al in gemoeten. Ik probeer nooit halve kansen te doen. Maar ik doe niet dan onnodige longshots van buiten 16 in principe. Uh, alleen ik had zoiets van ja. Als die twee erin niet in gaan, dan kan het inderdaad een lastige game worden. Hij komt hier met zon. Schiet dan inderdaad. Ja dat, dat is een schot op doel. Dat is een schot op doel. Maar ja, die gaat er nooit in, natuurlijk. Dat, ik, dat soort kansen laat ik erin nog gewoon aan te geven. Van, ik heb wel eens kijkers die me dan screenshots sturen. Van, kijk, ik had zoveel kansen, zoveel op doel. Uh, Mijn tegenstander had er minder, hoe kan dit? Ja, ik wil wel zien waar je je schoten vandaan hebt, natuurlijk, hè, chef. Dat is wel zo handig om te weten dan. We staan 2-0 voor op dit punt. Uh, hij komt hier nog door met Salah. Uh, ik dacht, hij gaat naar binnen kappen. Want ja, hey, Salah, drie ster weak foot. Uh, Maar hij krijgt hem op zijn linker. Maar hij scoort daar nog 2-1. Ik was niet echt gestrest op dit punt. Ik had het gevoel dat ik tot dit punt en ook daarna wel controle had. Uh, we krijgen hem hier met Mateo. We het maar Eusebio. En dit is de reden dat je spelers als Eusebio en Neymar wil hebben. Uh, Sancho kan ook wel. Maar het is vooral dat, dat makkelijk kunnen draaien. Kleine ruimte. In een korte hoek kunnen schieten met, met welk been dan ook. Dat, dat is enorm handig. Dat, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Dat is de reden dat ik ook zo'n type Neymar dus wil. Uh, ook op cam is het handig hoor. Maar San, Sancho doet het goed genoeg. Dus 4-step weakfoot op Sancho is geen probleem. Maar die 5-step weakfoot in de spits kan ik niet vaak genoeg benadrukken waarom mensen daarvoor kiezen. Het, het is vrij duidelijk waarom mensen het doen. We komen hier 1-0 voor en hij liefst gelijk. Uh, ja prima, moet, moet jij weten pik. Komen we 4-0 en dat is eigenlijk wel dat is een oké okay start. Alleen ik had hierna niet meer moeten spelen. Ik had hierna niet meer moeten spelen. Uh, ik probeerde gewoon zes games gedaan te krijgen. Of zo, zes games nu, twaalf in de volgende, twaalf in daarna. Uh, alleen ik was echt heel erg moe toen ik hiermee begon. En uh, dan merkte ik aan mijn reactievermogen aan hoe ik stond te dekken. Of hoe ik eigenlijk niet stond te dekken, kunnen we beter stellen. Uh, veel te gehaast in alles. Ik, ik zag alles bij wijze van spreken een, een halve seconde te laat. En dat, dat hielp niet echt mee. Ja, we komen 2-1 voor. Uh, we proberen daarna door te pushen. Nee, hier. Dan doet twee onnodige heel -triels. Maar goed, hey, we krijgen bij Sancho. We draaien om. En dan komen we 3-1 voor. Dan daarna, ja, kijk, ik probeer niet te tackelen met Militao Geloof ik. Ik krijg de bal niet mee. Hij krijgt hem terug. Hij krijgt hem bij Vardy. Nou ja, die kan wel binnen schieten. Ik kom voor de 3-2. Vervolgens uh, heeft hij hier de bal. Uh, ik probeer met, uh, met Maldini te jockeyen. Zodat ik in die passing lane sta. Ja, en dan een soort animatie die hij krijgt met Maldini. Dan krijgt hij de bal mee perfect op zijn hoofd voor 3-3. Dan denk ik, ja. Ja, weet je, ik, 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 ik had op dat punt ook gewoon oprecht. Ik weet dat ik niet goed speel. Maar als dat soort shit gaat gebeuren, ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. We maken 5-3. Dus weet je, de orde wordt weer hersteld. Maar hij maakt hier dan nog 5-4. En dan denk ik, wat, waarom is het nodig om zoveel takebacks te doen? Ik kom op, man. Het ding is, ik kan tegen IE zeggen: fix dit voor volgend jaar. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat, dat gaat niet gebeuren, mensen. Er zal, zal iets zijn. Weet je, misschien zal het niet de trackback zijn dit jaar, maar het zal iets anders zijn. Er is altijd iets. Maar, dat gezegd hebben, de laatste tegenstander uh, hebben we moeilijk. De frustratie staat er duidelijk in. Ik had gewoon zoiets van: ik wil er niet 5 spelen. Ik, ik, ik speel altijd per 2, zeg maar. Dus dat, dat is altijd hoe ik opneem. Altijd per 2 games en daarna neem ik even pauze. Uh, ja, ik speel er niet heel goed meer. Het is, het is vrij shocking wat je ziet, dat snap ik. Maar. Door de kwaliteit van spelers die we hebben, kunnen we nog redelijk terugkomen in de wedstrijd. We maken hier 2-2 van. Uh, met Neymar hier, doe me geduldig. Geef hem me met Sancho, geef hem aan Eusebio. En dit is waarom je zo'n type Eusebio wilt. Is dus je kunt gewoon een beetje lopen kloten. Je draait wat rondjes. Niet eens zozeer bewust, maar je draait gewoon wat rondjes. Uh, tot je denkt, oh ik heb hier wel een angle dat ik aan uit kan halen. En dan uh, duurt je dat ook steeds 3-2. Wordt het wel 3-3, wat uh, vrij terecht was. Hij was een zeer, zeer capabele speler. Maar dat gezegd hebben... <laughs> ik weet dat ik het weer zeg. Uh, Push je me door. 4-3. Ik was licht gefascineerd op dit punt. Ik twijfelde eraan aan of informatie te wisselen. Maar ik dacht, nou, we kijken nog even. We maken 4-4 met Neymar. Uh, Santi Casolli, die we erin hebben gebracht voor. Ik weet niet meer, Kroos, geloof ik. Geeft hem maar Eusebio. Die geeft Norrie. Charles had die keer in het gebracht. Bal om de keeper heen. En 5-4. Winnen. En 6-0. Dank wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als het is, doe het een duimpje omhoog abonneer je als je dat nu hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Bye.